Kijk, dit is tof. Dit zijn allerlei cornerboxes van Spider-Man. Die dus linksboven op de cover altijd stonden vroeger. Deze kennen we natuurlijk. Deze hier kennen we ook. En ik vind het heel gaaf dat ik hier een overzicht van heb. Ik laat je zo zien in welk boek het staat. Hier hebben we nog wat covers van Spider-Man. Met de cornerboxes dus hier. En hier hebben we een stukje over logo's van Spider-Man. En dan staat er ook bij wie die logo's ontworpen heeft en wanneer. Dan denk je, oké, wat ben je aan het lezen, Michael? Nou, dit prachtige boek, Marvel by Design. Dat heb ik namelijk deze week cadeau gekregen van mijn vriendin. Want vandaag, 30 april, is mijn verjaardag. En ik vind het echt een heel gaaf boek. Ik had het gezien bij Marvin, de stripverzamelaar, op YouTube. En ik zei, nou, dat boek wil ik ook gewoon hebben. Het gaat namelijk over alle designaspecten van een comic. En in dit geval dus van Marvel Comics. Dus je hebt dit boek al een keer bij Marvin voorbij zien komen. Ik zal niet alles weer laten zien. Maar het is gewoon heel gaaf als stripliefhebber en Marvel fan om dit boek te mogen hebben. Het is ook mooi uitgegeven. Het is mooi gedrukt. Stan the Man en John Romita Sr. hier. Aan het poseren voor een foto. Je ziet hem ook denken. Denk je dat we nog zo lang moeten staan omdat die foto bijna klaar is? Nou, ik hoop dat het snel opschiet, want ik krijg kramp in mijn arm staan. Zoiets. Zo'n moment is dat al geweest. Maar het is heel leuk. De structure of storytelling. Nou goed, er zit van alles in. Ook over panel borders. Dit soort grote pagina's. Het is ook leuk. Dus het is mooi vormgegeven. Maar dat moet ook wel een boek over vormgeving. Moet ook, kijk, dit komt uit Marvels. Dus het gaat over spread pages. Spreads. Hier hebben we Moon Knight Spread. Door Bill Sienkiewicz. Nou, dat is gewoon gaaf. En boek over vormgeving moet ook mooi worden vormgegeven. Klaar. Anders doe je iets verkeerd. Anders ben je een jerk. Zoals Kitty Pryde je ook zegt. Nou goed, ik zal je niet alles laten zien. Want het is al uitvoerig bij Marvin ook voorgekomen. Hoewel ik je wel kan vertellen. Dat is wel leuk. Ik weet niet of dat ook in het boek staat. Maar dit is Elektra. Die wordt vermoord door Bullseye. Getekend door Frank Miller. Geschreven door Frank Miller. En je hebt dus met Amerika. In Amerika te maken had je toen met de Comics Code Authority. Dat is eigenlijk een vorm van censuur. Wat je kinderen wel en niet kunt voorschotelen. Lasertjes, eigenlijk lasers. Nou, ze wordt dus hier doorboord door haar eigen wapen. Het saai heet dat. Je mag wel dit punt, maar je mag niet de punt echt zien van het wapen. Dus je mag dus wel het shirt hebben wat helemaal als ze uitsteekt hier al. Dat mag wel, maar als er dus als er penetratie is van de stof, dan mag het weer niet. Dus dat kwam laatst te sprake bij Cartoonist Kayfabe. Bizar, maar zo werkt dus censuur. En het is gewoon een boek waar je heel fijn door kunt bladeren, maar ook gewoon natuurlijk heel veel informatie kunt lezen. Iets over vertical panels hier, naar een beroemd verticaal plaatje, de dood van Gwen. Maar dat is niet het enige cadeautje wat ik kreeg deze week, want vandaag op de mat lag een recentje van Perry Evel. Dan weet hij helemaal niet dat ik jarig was vandaag, maar dat komt heel mooi uit. Kijk. Hallo Michael, Cyberforce, daar hadden we het een tijdje geleden over. Ergens als reactie op een vlogfilmpje. Anyway, ik heb nummer 1 dubbel en nu heb jij hem. Hè, van Perry Evel. En er zit dus een originele Perry Evel tekening ook bij. Wat dit pakketje nog bijzonder maakt. Nog bijzonderder. Het is gaaf, ik vind zijn stijl erg leuk. Het is lekker cartoony. Dit zou zomaar de vrolijke versie van Harvey Pekar kunnen zijn. Dus dat ziet er heel tof uit. Ik ga de comic ook even openmaken, want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Cyberforce eruit ziet. Het is een comic van Mark Silvestri uit de jaren 90. Dat is zijn eerste Image titel.
En zijn imprint was dan Top Cow Comics. En ze hebben vorig jaar via crowdfunding een hele dikke bundel uitgegeven met al die verhalen. Toen zei Perry van, nou, het was niet zo supergoed. Het ziet er wel gaaf uit. Tenminste, nee, Paul zei dat tegen mij. Mijn maatje Paul, die zei van, het ziet er geil uit. Het is mooi getekend. Maar het verhaal vond hij niet zo heel goed. Maar het is inderdaad prachtig getekend. Ik ben heel erg fan van Mark Silvestri. Kijken wat een mooie openingspagina en zo. Image Comic One coupon. Dit is dus eigenlijk heel leuk, hè? Ik zie dit nu voor het eerst. In de jaren 90 heb ik heel veel Image gemist, zoals je weet. En nu is het eigenlijk alsof ik in een tijdmachine kan stappen. En dan lekker kan, ja, voor het eerst die verhalen kan lezen. Of, als ik ze wel al heb gelezen vroeger, nog een keer lezen. Want ik heb natuurlijk bijvoorbeeld Spawn wel gelezen. Ik heb Savage Dragon ook geprobeerd, maar dat kan me niet zo bekoren. Kijk, het is eigenlijk een spread, is het zeker. Ja. Gaaf zeg. Leuk Perry, dankjewel. Even zo. En deze comic is dus onderdeel van de Image geschiedenis. Er zit een dingetje nog bij. Wizard Magazine, reclame voor Wizard hadden ze er al in staan. En dan een berichtje van Mark Silvestri himself. Nou, dat is gewoon super tof. Silvestri is een tekenaar wiens werk ik graag zie. Ik vind zijn X-Men vond ik heel goed. Hij kwam nog meer tot zijn recht bij Wolverine. Hij heeft een hele mooie, expressieve, schetsachtige stijl, toch? Het spat van het papier af. En met schets bedoel ik eigenlijk, het lijkt alsof hij het heel snel op papier heeft gezet. Er zit heel veel dynamiek in en snelheid in zijn tekeningen. Dat betekent niet dat hij het per se ook heel snel getekend heeft, maar dat is in ieder geval hoe het op mij overkomt. En dat vind ik super tof. En zijn vrouwen zien er gewoon sexy uit. Zoals je weet heb ik daar nooit een bezwaar tegen. Nou, te gek. Die ga ik ook straks eventjes lekker lezen. Dankjewel Perry. En leuk dat ik nu een originele Perry Heuvel ook heb. Dus hartstikke tof. En natuurlijk Marvel by Design. Goede tip van Marvin, de stripverzamelaar. Hij heet eigenlijk gewoon de stripverzamelaar op YouTube tegenwoordig. Goed, maar ik noem hem gewoon Marvin. Vindt hij ook goed. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Zomaar eventjes wat nieuwe dingen in huis. En dat boek van Marvel by Design heb ik voorlopig nog niet uit. Daar ga ik gewoon lekker af en toe in bladeren en in zitten lezen. Zo'n boek is dat. En nou zeggen, op naar de volgende vlog. Mocht je mijn content nou heel erg leuk vinden, like en subscribe dan eventjes. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. En deel de video's op je sociale media kanalen als je daar zin in hebt. Als je denkt van wauw, Cyberforce, dat ken ik nog van vroeger. Ja, dan is het misschien leuk om de video ook te delen. Anyway. Op naar de volgende en dan ga ik weer even door met gewoon relaxed mijn verjaardag vieren.